Veel mbo-jongeren gingen dit jaar al naar Ahoy om daar mee te doen aan Skills Masters 2012. Een wedstrijd om de beste vakman of vrouw te worden in zijn of haar vakgebied. In het vakgebied straatmakerij wonnen Richard en Jeffrey. En zij zitten dan ook tegenover me, want zij gaan deze week op naar België om mee te doen aan Euroskills, de Europese versie van Skills Masters. Jongens, jullie gaan deze week naar België omdat jullie de Skills Masters in Nederland gewonnen hebben. Hoe ging dat eraan toe in Ahoy, die wedstrijd? Ja, dat ging gewoon behoorlijk goed. We kregen het wel een beetje laten horen van jullie moeten meegedoen aan de Nederlandse kampioenschappen, Euroskills dan. Oh, je had je niet zomaar zelf aangemeld? Nee, we werden aangemeld en ja, het was eigenlijk meer een verrassing. En wat moesten jullie daar doen in Ahoy? We moesten een stukje straten. En ja, wie gewoon het snelste en de mooiste en qua kwaliteit gewoon uitzetten en zo het beste deed, die had gewoon gewonnen. Daar ging het om, punten scoren. Wat mogen jullie straks in België gaan doen? Precies hetzelfde of is dat anders? Nou, dat is toch weer een ander stuk. Met de Skills Masters hadden we gewoon een vierkant stuk straatwerk en dat kon je gewoon in een patroon kon je dat dichtmaken. En dadelijk met de Euroskills, dan heb je nou ja, sowieso al een groter vak wat je moet maken. Binnen dezelfde tijd als het ware. Hoeveel tijd krijg je in België? 3 dagen. Dus. En dan, ja, dan krijg je weer een stuk met dezelfde materiaal wat je dan moet, ja, een patroon moet maken. En dan, volgens mij was het dan dat je een palet is, moest maken. Spa 2012, dan moest je dan erin maken. Oh, een heel patroon erin of ja, zo? Ja, gewoon in je straatwerk. En dan kreeg je ook nog een stukje dat je met kleine keitjes, een waaierformaat, moest je dan straten. En een stukje asfalt, een voetpad in de koude asfalt moest je leggen. En een stuk grind. Jullie zijn eigenlijk meer kunstenaars dan straatmakers, of niet? Ja, sommigen zeggen het. Hey, en als jullie winnen, wat krijgen jullie dan? Ja, een gouden plak. En that's it? Ja, en een goed cv. Hebben jullie dat nodig dat het goed is op je cv? Of hebben jullie alle twee al een baan in de straatmakerij? Ja, we werken allebei bij de gemeente Rotterdam. Ja, het is een beetje kiele. Crisis, hè? Crisis, yep. Dus in elk geval, als je dit wint en het staat goed op je cv, weet je in elk geval als de gemeente jullie de uitbonding zorgt dat je een backup hebt. Juist. Ik denk niet dat we ons nog veel zorgen hoeven te maken. Ik ben Willemijn en vanaf zondag kun je checken op www.euroskills-team.nl of Jeffrey en Richard ook de Euroskills gewonnen hebben.